Ja, maar ze was zo verdrietig, dus toen heb ik aangeboden om Amy even te brengen. En Amy vertelde in de auto dat het over is tussen Danny en Maxime. Oh. Ja, sorry, ik kan echt geen medelijden met haar hebben, hoor. Daarvoor is het te veel gebeurd. Ze was zo kwetsbaar. Dat lijkt maar zo. Eerlijk gezegd, ik heb totaal geen zin om me met haar bezig te houden. Ik heb wel wat anders aan mijn hoofd. Nina, Nout. Ja, tuurlijk. Stom, sorry. Nee. Ik ga. Ja, ik ga koken voor de jongens. Ja, dank je wel voor het brengen van Amy. Ja, tuurlijk. Amy. Graag gedaan. Ik kom al mee. Klaar. Waarom houden paarden eigenlijk van suikerklontjes? Ja, zoek het op internet. Maar ik denk dat het verzonnen is. Net als Valentijnsdag? Nee, Valentijnsdag is niet verzonnen. Nee, Valentijn was een priester in Rome. Wat vond je eigenlijk van mijn kaart? Jouw kaart? Ja, nou ja. Ik weet wel dat je niet echt iets voor meisjes voelt. Dat was ook meer als een grapje. Rozen. Bonbons in de vorm van een hartje. Diner bij kaarslicht. Jongen, laat me met rust. Gast, als je opziet, red je het nog. Ik weet zeker, Wiet ligt nu op die boot in het allermooiste jurkje op jou te wachten. Hoi. Hallo. Wie heeft er al aardappels geschild? Wij. Tadaa. Jullie zijn echt verschrikkelijk. Waarom heb ik geen dochters? Ah, mam, dat liegt je. Jij bent hartstikke blij met ons. Ja, het ergste dat het nog waar is ook. Ja, dat weet ik. Geen groenten, dacht ik al. Sjoerd, ga jij even wat boontjes halen? Waarom heb ik altijd? Edwin kan toch ook eens met zijn luide reet van de bank afkomen? Nu graag. Doe maar een pond. Ja. Sausijsbroodjes? Nee, die doen we morgen. Ik had jou niet thuis verwacht. Ik zei toch dat ik mee zou eten vanavond? Heb je Wiet überhaupt nog gesproken vandaag? Het is Valentijnsdag. Mam, dat zei vanmorgen ook al. Hou eens op met die commerciële onzin. Denkt Wiet er ook zo over? Geen idee. Lieverd, als jij niet meer verliefd bent, dan moet je dat zeggen. Anders kwets je er alleen maar meer.